Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ga even mezelf opzoeken, alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen van start. Ietsjes later, ik kon het allemaal even niet redden, dames. Het zat me allemaal niet helemaal mee. Ik wist ook nog helemaal niet wat ik wilde gaan doen. En uiteindelijk gaan we aan de slag met de JMA-collectie. En we gaan er gewoon een vintage kaartje van maken. En wat precies, we gaan het nog wel zien. Ik moet na de live ook nog even alle producten gaan linken. Want ik had een aantal dingetjes had ik gelinkt. Ik had gisteravond bedacht van, nou, dat ga ik doen. Maar uiteindelijk werd hem dat toch niet. Dus we gaan het gewoon bekijken. Jullie hebben nog eventjes tijd om binnen te stromen. Ik moet nog even een klein beetje opruimen. Nou, de uitzendingen worden dus steeds meer mindful. Want deze keer weet ik dus echt niet wat dat gaat worden. Maar dat geeft helemaal niks. Meestal zijn dat ook de mooiste creaties. Ik hoop alleen dat ik genoeg materialen in de buurt heb liggen. Zoals ik al zei, ik ga dus aan de slag met deze mooie mal. Dat is de Rectangle Ornament Shaker Frames uit de JMA collectie. Dat is de JMA-ES-CD471. Ik heb daarbij, net als afgelopen week, want daar was ik mee bezig. En ik denk, weet je, dat papier is eigenlijk zo mooi. We gaan gewoon weer verder met de Write Your Story collectie. En dat is de JMA-WIS-PP34. En daarbij heb ik een shaker blistertje. Want we gaan er een shakerkaart van maken. Nou, ik heb het framepje, het kleine framepje, heb ik uit het ivoor van Vasen Creative uitgestanst. Deze moet hier nog weer op gaan komen. Ik heb een papiertje erbij. Deze heb ik uit heel mooi parelmoerpapier uitgestanst. Dus dit is een beetje de basis. En daarna gaan we verder met oppimpen. En hoe en wat precies, dat gaan we zien. Waar ga ik als eerste mee beginnen? Ik ga als eerste gewoon beginnen met mijn randjes te voorzien van een beetje gesso. Het is gewoon weer een rustige zaterdagochtend. Dat merk ik nu wel een beetje. Dat ik red het gewoon door de week niet om veel voor te bereiden. En dan is de zaterdagochtend is gewoon even een mindful knutseluurtje geworden. En ik red het gewoon niet om al die lives voor te bereiden. En anders dan kan ik geen lives doen. En ik had zoiets van, weet je, eigenlijk moeten we dat ook gewoon veel meer doen. Want als je alles van tevoren plant, het, ja, zo heel veel schiet dat niet eens op. En anders dan had ik weer wat andere nieuwe dingen gepakt. En weet je, ook het oude blijft allemaal ontzettend leuk. Slecht geluid. Nou, dan moet je misschien eventjes de live opnieuw opstarten. Ik heb trouwens de kalender van afgelopen week nog niet helemaal af. Dat is ook nog een project wat nog komt. Dus dat zien jullie in de loop van de week. Ja, als het geluid niet goed is, moet je eventjes opnieuw opstarten. Nou, ik doe dus altijd de randjes even met gesso voorzien. Hoeft niet, maar ik vind dat zelf wel, wel wat leuker, zeg maar. Oh, gewoon eventjes,
ja, minder stress zonder voorbereiding. Nou weet je, aan de ene kant geeft het wel stress. Want ja, je weet niet wat je gaat maken. En dan lig je toch, ja, tenminste ik wil het altijd te perfect doen. En je ligt dan te denken van, nou weet je, dit kan er nog wel bij, dat kan er nog wel bij. Ik kan bijvoorbeeld op de woensdag, kan ik al wel bijna in de stress zitten voor de zaterdag. Dat ik denk van, oh, dat wil ik maken. En dan komt er ondertussen komen er allemaal dingetjes binnen. En dan denk ik, ja, maar dat is veel leuker. Of dat is veel leuker. En, oh Janine, ik heb een vraag. Nou, brandlos. Maar uiteindelijk had ik dit dus woensdag nooit kunnen bedenken dat ik dit heb gedaan. Over oudere collecties gesproken. Ik heb gisteren de oudere collega collectie. Oh. Oh, ja, Rianne, die zag ik inderdaad ook vannacht, die collecties van 94 at Market. Ja, vannacht, ja. Eigenlijk had ik toen moeten slapen. Maar ik heb inderdaad vannacht die collecties gezien. En uiteraard gaan wij die wel krijgen. Hé. Hey. Dat is niet handig. Hier gaat in één keer mijn speldje vanaf. Nou, ik had geprobeerd om deze weer eruit te krijgen, maar mijn... Nou, weet je, daar ga ik nu gewoon niet mee kliederen. Oh, nou, het is wel gelukt. Kijk, het dopje van mijn naaldje ging eraf. Zo had ik alles verstopt zitten. Maar weet je, je kan het er zo weer afhalen. En deze ga ik er gewoon even met secondenlijm weer opplakken. Nou, het tuutje kan er ook weer op. Nou, zo zien jullie wel. Ook bij mij gaat er gewoon wat mis. Ik zie wel, ik heb er allemaal lijm in zitten. Ik zal hem na de live eens even een keer schoon gaan maken. Dat is misschien ook wel handig. Nee, er waren nieuwe collecties. Mocht je ze willen zien, de 94 at Market, op hun eigen Facebookpagina, hebben ze die vier collecties bekendgemaakt. En ze zijn echt heel mooi. Ik ga dit framepje trouwens alvast even vastplakken. Vast is vast. Oh. Ik wil even een leuk momentje met jullie delen. Gewoon, daar werd ik blij van. Ik liep vanmorgen naar de winkel toe. Dat is altijd even mijn loopronde. Dan kan ik even lekker mijn hoofd leeglopen. Even een beetje bedenken van, nou, wat wil ik gaan doen? En dan, ja, dan kom ik hier en dan meestal onderweg heb ik wel iets bedacht. En, nou, ik was bij ons de straat uit. Stopt daar een autootje, mannetje. Ik ken de hele man, de beste man niet. Ja, hij woont ergens bij mij in de buurt, maar goed, ik heb nog nooit gesproken. Doe het raampje open. Wil je niet met me meerijden? Zal ik je even wegbrengen? Ik denk, nou, dat vond ik wel echt heel erg aardig. Maar dat gaat niet, want ik moet altijd met een speciaal kussen in de auto zitten. Maar ik had echt zoiets van, dat vond ik toch wel een heel leuk momentje. Over de lijm bij jullie gekocht, maar kwam erachter dat lijm van Dutch Doe bedoel. Maar zou ik deze daar ook in kunnen doen? Ik weet niet of je die daarin kunt doen. Ik weet niet of de lijm dan te dik wordt. Je kan het allicht proberen. Voor het shaken gedeelte. Even het bakje antistatisch maken. Die bakjes van Studio Light die passen hier dus precies achter. Die ga ik eerst eventjes met dubbelzijdig tape vastmaken.
Ja, ik vond dat zo ontzettend lief dat ik dacht van, nou, ja, weet je, er zijn gewoon nog heel veel lieve mensen op deze aardbol. En dat moeten we ook gewoon waarderen. Maar ik werd er gewoon, dat ik denk van, nou, weet je, mooie start van deze zaterdag. En als we allemaal zoiets liever zijn voor een ander, dat maakt de wereld wel een stuk mooier. Nee, ik stap ook niet zomaar bij iedereen in. Maar dit was echt wel een... Nou, deze man die had ik echt wel vertrouwd hoor. Dat was, dit was echt iemand... Ja. Ik ken hem wel van gezicht. Maar ja, goed, ik ken de naam niet. Je kent zoveel mensen... die spelden, die zijn momenteel even niet leverbaar, maar ze komen wel weer binnen. Ja, dat merk ik inderdaad ook. Mensen hebben heel snel een kort lontje en, of tenminste, niet allemaal, maar een heel gedeelte wel. En ja, als je dan van die lieve mensen hebt die dan zo reageren, ja, daar word ik dan wel weer heel blij van. Ik wil dit gedeelte wil ik erachter hebben. En zoals jullie wel weten, vind ik het altijd fijn om eerst mijn shaker gedeelte al klaar te hebben. Of een papiertje eraf te dekken. En dan het spul erachter strooien. Dus... ik knip gewoon even mijn papier zo ongeveer op het formaat wat ik moet hebben. Ik had het natuurlijk ook even, als ik heel netjes had gewerkt, met de papiersnijder kunnen doen. Maar dat doen we niet. Ik ga hier ook alvast weer... een beetje tape omheen doen. Want dan kunnen we het papier aan drie kanten alvast vastplakken. En dan gaan we straks aan één kant. Hou ik hem nog even open. Dat ik daar eerst mijn shaker materiaal achter kan doen. Ik weet niet of jullie ook al, misschien wel leuk om te delen, al vanmorgen al wat leuke dingen hebben meegemaakt of hoe of wat. Dat we gewoon, dat we er even een lekkere, een positieve, gezellige uitzending van gaan maken. Dat lijkt me wel leuk. Oh, weet je wat ik ga proberen? Ik weet niet of het lukt en als het niet lukt, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd voordat ik alles vast heb zitten. Ik heb namelijk ook nog de rubons. En misschien is het wel leuk om een rubon op dat shaker gedeelte te gaan wrijven. We dat nou eens gaan proberen. Die tekst is te groot. Ga even kijken of ik een kleinere tekst heb. Ja, write your story is te groot. Nog niet, maar ga lekker genieten, goulash koken en knutselen. Nou, dat is ook altijd leuk en lekker. Ik denk dat ik voor deze tekst ga. We gaan op hoop van 7.
dat het goed gaat. Nee, ik heb er nog geen shaker materiaal in gedaan. Maar ik heb nog één kant open. Deze kant. En daar kan ik straks nog wat in doen. Maar ik wil eerst even kijken of dit gaat lukken. Want dan kan ik in geval van nood anders nog een nieuwe shaker blister erachter doen. Volgens mij moet het kunnen, maar even zien. Kijk, dit kunnen we nog wel aardig plat maken. Ach, weet je, als je niks probeert, dan weet je ook zeker dat het niet lukt. In het ergste geval moeten we een blistertje weggooien. Nou, dat is niet zo heel erg. Dan ga ik eventjes een toeltje erbij pakken. Ik zie nog dat er mensen nog naar de scouting gaan. Met de kerst bezig zijn voor de Christmas Challenge. Nou, volgens mij wordt het een leuke dag voor velen. Je moet er wel eventjes hier wel de tijd voor nemen hoor. Dat je het niet te snel doet. Maar goed, zaterdagochtend. We hebben tijd. Ik probeer jullie reacties mee te lezen, maar ik moet eventjes dit voorzichtig doen. Oh, vandaag 40 jaar getrouwd. Nou, van harte gefeliciteerd, Anja. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ook, leuke plannen. Ik zie ook allemaal leuke plannen alweer voorbij komen. Even kijken, ondersteboven. Ja, inderdaad, als het de volgende keer, dan kun je inderdaad beter, dat zegt Yvette. Dat je het even ondersteboven doet. Dus dat je eerst er iets op gaat wrijven. En daarna pas je blister erop gaat maken. Maar ja goed. Mijn brein gaat soms een beetje de verkeerde kanten op. Als ik aan het knutselen ben. Dan bedenk ik dat ondertussen pas. En ja. Dat is dan weer een leer voor de volgende keer. Ik denk dat ik de rest van de zaterdag gewoon lekker rustig gaan besteden. Zoals jullie wel weten. Misschien doe ik mee met de nieuwe call. Een nostalgia call. En ik denk dat ik maar. Oh, chips. Kijk, hier gaat wat die blister iets hoger. Nou, een heel klein stukje gemist. Die plakken we daarop. Ik doe mee met die nostalgia call. En ik denk dat ik daar de rest van de dag lekker mee bezig ga. Kijk, dit gaat toch ook. Dit is toch leuk. Nou, je kan dus prima zo met die dingetjes daarop werken. Met de rubbons. Dus dan hebben we die ook weer gebruikt. Oh, ik ga van de hak op de tak. Maar dat maakt niet uit. Zo. Oh, en we hebben in de winkel, dat is ook weer nieuw, hebben we ook het soort schilderen op nummer. Alleen dan nu grayscale met acrylverf. Oh, dat is ook weer leuk. Ligt ook op mijn planning, maar ik ga eerst aan de slag met mijn kal. Even lekker haken in de stoel, lekker niks doen. Ik vergeet helemaal mijn lijn dicht te doen.
Ik vergeet mijn thee op te drinken. Ja, er zijn nog 3 lives, dus... jullie hebben vandaag nog van alles te zien. Ik heb alvast een klein beetje shaker materiaal bij elkaar gezocht in de kleurtjes. Volgens mij is dit wel aardig leuk. En ik denk dat ik er nog een paar dingetjes bij moet hebben. Dat het net wat te weinig is. Even kijken. Deze kunnen er ook nog bij in. We kunnen die... uiteraard deze blaadjes ook nog uit gaan stansen. Maar heel eerlijk gezegd heb ik daar op dit moment even geen zin in. Even kijken, dit is de draai. Ik ga even in mijn andere bakje graaien of ik daar nog wat in kan vinden. Qua kleur. Daar zou nog wel een beetje van bij kunnen. Of heb ik nog wat andere? Hier, deze. Die past er ook ontzettend goed bij. Niet verder zoeken. We gaan uit die een paar kleurtjes er nog bij pakken. Dat is de Frozen Nutcracker. Nou, even lekker shaken. Kijk, nou hebben we gewoon een eigen assortie gemaakt. Ik had dus nog 1 kant vrijgehouden. Daar had ik mijn tape nog niet afgehaald. En nu kan ik er dus heel makkelijk nog weer wat spul achter strooien. Dus ik heb gewoon echt alle potjes en pannetjes bij elkaar gezocht. Ik voelde me net zo'n apotheker. Kijk. Nu hebben we dus het leuke shaker materiaal. Dat zit hier onderaan. Een beetje uiteraard ook op een shaker blistertje. Maar ja, dat heb je altijd. Ook al maak je hem nog zo antistatisch. Er blijft altijd wel iets op zitten. Maar dat vind ik niet zo heel erg. Nou, dat gedeelte is weer klaar. Dan gaan we nadenken over de opbouw. Nou, hij gaat in ieder geval op deze kaart komen. En dan moet er uiteraard nog een lintje en allemaal dat soort dingen bij komen. Deze ga ik hierop maken. Ja, dit kun je nog prima per post verzenden, want dit is gewoon echt zo'n hele dunne shaker blister van maar een paar, ja, hoe hoog zal dat zijn? Een paar centimeter. Het kan in ieder geval in een gewone envelop wel. Ja, ik doe dat meestal de shaker op deze manier vullen. Ik vind dat gewoon net iets makkelijker. Ik ga even kijken of ik de kaart op deze kleur ga houden. Of dat ik er een... waar heb ik die liggen? Misschien dat ik er namelijk ivoor om ga plakken. Even kijken wat mooier uitkomt qua contrast. Dan moet ik even mijn papier er weer bij pakken. Dan gaan we even meten. Hoe groot die dan zou moeten worden. Even kijken. Ja, ik vind dat mooier. En dan gaat die 14 centimeter worden.
14 bij 14 bij 18 centimeter. En dat is dus van de Florence de kleur ivoor. Die gaat aan de kanten. Dan ga ik deze daar alvast opplakken. Nou, moet je dat... die buitenkant, ook die randjes, nee, dat hoeft niet. Dat doe ik in dit geval niet. Ik laat het gewoon zo. Dus ik plak alleen het middelste gedeelte. Nou, dan kunnen we daar uiteraard onze kaartenstandaard weer achter zetten, zodat die netjes kan blijven staan. Kijk, dan zijn we alweer een heel eind. Hier kan nog een mooi strikje komen. Even kijken. Ik heb nog een kantje wat we kunnen gaan strikken. Maar het kan ook nog zijn dat ik er een witte van ga maken. Dan moet ik even kijken. Nou, ik denk dat dit kleurtje wel leuk is. En dan heb ik nog wat bloemen van Prima Marketing. Kijk, dat is een mooie lichte. Die zou erbij kunnen. Dan maken we hier gewoon een bloementoefje. Ik vind deze kleur wel leuk erbij. En ik denk haast. Even kijken. Die ga ik alvast zo knippen. Even kijken of ik nog een iets kleiner bloemetje erbij kan vinden. Kijk, meestal gewoon bij verschillende zakjes, verschillende soorten bloemetjes. Dan moet ik toch een iets kleinere nog bij hebben. Dan heb ik ook nog wel... Ja, bloemen zijn altijd leuk. En we kunnen ze natuurlijk zelf maken, maar dat ga ik nu in deze uitzending gewoon absoluut niet redden. Dus vandaar dat ik nu even kies voor deze zelfgemaakte. Dan moet er nog een leuk takje bij. Dan ga ik eens even naar kijken welke ik daarvoor uit kan gaan stansen. Ja, Bassie heeft veel te veel. Want misschien dat we hier dan nog een leuk vlindertje of een bannertje overheen kunnen doen. Ik ga eens even kijken. Een vlindertje kan natuurlijk wel altijd. Die hebben we ook bij JMA en die gaan we mooi uit dit papier uitstansen. Dat is ook weer een vlinder uit de JMA collectie. Die mag er bij op.
als we die nou twee keer uitstansen, dan kunnen we mooi in een beetje ja, opgebolten weer opdoen. Wat wel echt een romantisch kaartje weer. Ik denk dat ik mijn vlindertje ook uit het designpapier uit ga stansen. En dat ik die er weer bovenop ga plakken. Ik had hier nog een stukje designpapier liggen. Daar kan die prima uit. Leuke ring om. Oh, je bedoelt die nieuwe. Ja, ik had mijzelf pas maar eens verwend. Af en toe moet dat, hè. Ik had altijd dezelfde van Boeddha to Boeddha. En ja, dan ben ik zo iemand van, weet je, als je eenmaal van die ringen hebt, dan doe je geen andere om. Maar ja, ik had zoiets van, ik wil nu toch een keer even een keer weer iets anders. Alleen jammer genoeg zijn er al wat steentjes uitgegaan. Dus daar moet ik eventjes weer mee terug. Dat is een beetje jammer. Kijk, dat vlindertje komt daar in 3D weer bovenop. En dan gaan we er zo'n leuke pen nemen. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Die gaan we er in het midden in doen. Dat is zo'n metalen pennipje. Nou, dit kan je er met een prikpen uithalen. Of met een schaartje. Ik ben eigenwijs. Vandaag doe ik het gewoon met een schaartje. Ik doe gewoon net alsof jullie er niet bij zijn. En dan doe ik ook allemaal zulke soort dingen. Dan, ja, weet je, de ene keer gebruik ik wel al die speciale hobby spulletjes die ervoor verkrijgbaar zijn. De andere keer doe ik het gewoon met wat ik binnen handbereik heb. Maar dat herkennen jullie vast wel. Vlinders uit Mika is ook mooi inderdaad. Maar ik denk dat ze dan op deze kaart niet zo heel erg op gaan vallen. Omdat ik natuurlijk ook al ja, behoorlijk veel van die opengewerkte stansjes hierbij heb. Kijk, zo twee vlinders op elkaar ziet er altijd wel ontzettend leuk uit. En dan ging ik even kijken of ik die pennips van Tim Holtz zo nog kon vinden of niet. Ik zie ze niet. 1, 2, 3, wie weet. Straks 4, 5, 6 wel. Of we doen er nog een metalen vlindertje binnenin. Haha, dat vind ik leuk. Ik ga mijn lijmpjes al aanslingeren. Want dan kunnen we het zo meteen vast gaan plakken. Er komt dus nog weer een metalen vlindertje in het midden. Dan wil ik hier nog wat takjes hebben. Ik ga even kijken of ik takjes kan vinden. Altijd. Maar ja, welke wil je dan gaan gebruiken? Gaan we voor, ik ga dit takje gebruiken. Ik ga er een swirl achter doen. En ik ga dit takje gebruiken. Even kijken, de swirl. Ga ik weer uit dat mooie papier uit de JMA-collectie gebruiken. Dat is dat Unipaperpad. Ik zal hem zo wel even laten zien.
Even kijken. Ik doe hem, dat is dubbelzijdig. En ik ga één keer de voorkant gebruiken en één keer de achterkant. Want op die manier krijg je hem namelijk in spiegelbeeld. Ik zal beginnen met de lichte. Die swirls, die zijn toch ook gewoon superleuk. Bij je volgende collectie wil ik nog een net ietsjes gedetailleerdere hebben. Tenminste, dat is wel een wens van mij. Nog net iets fijner weer. Zo een, oh, jullie worden zeeziek van mijn gedraai. Kijk, nou ga ik gewoon deze kant gebruiken. En die komt dan aan deze kant erbij. En dan gingen we nog wat groene takjes uitstansen. Dan ga ik even kijken welke kleur groen er mooi bij past. Ik denk dat ik gewoon ga voor een mooie donkergroen. Laten we dat maar doen. Een paar takjes erbij. Ja. Ik snap dat jij voorstander bent, Sabine, van nog meer swirls. Die kunnen we nooit genoeg hebben. Een paar kleine takjes. Oh. Misschien dat ik straks na de uitzending nog wel eventjes wat... extra elementjes nog toevoegen dat ik denk van, nou weet je, dit of dat had er eigenlijk nog bij gemoeten. Wellicht niet. Ik vind hem straks al wel aardig compleet. Maar soms dan ben je gewoon na die tijd nog aan het kijken en dan denk je van, oh ja, weet je, dit had er nog bij gekund, dat had er nog bij gekund. Ik ga ze beide twee keer uitstansen. Misschien dat ik zo nog even in mijn duikerboekje ga kijken of ik misschien wat kleine postzegeltjes of accessoires nog toe ga voegen. Maar dan blijft het daar denk ik ook wel een beetje bij. Oh, de nieuwe catalogus van Studio Light. Ja, die is inderdaad ook binnen. Er staan ook weer nieuwe dingen in. Er komt ook in maart nog weer een kleine JMA-collectie. Deze keer niet zo heel groot. Een beetje wegens omstandigheden ook. Maar weet je, het hoeft ook niet altijd groot en uitgebreid te zijn. Maar ik denk dat die producten wel weer een leuke aanvulling zijn op wat we al hebben. Tenminste, ik hoop dat jullie er blij van worden. En die collectie heet de Feelings of Freedom. Maar hij komt 16 maart uit. Dus jullie hebben nog even de tijd om te gaan sparen. Maar ja, in de tussentijd komen er ook al heel veel andere dingen, ook van Studio Light uit. En ook van andere merken. Dus ik ben benieuwd in hoeverre jullie uiteindelijk kunnen sparen. Even kijken. Ik heb deze bewerkt. En welke kleur vind ik het mooiste? Deze.
Ik denk dat ik de vlinder toch op mijn shakerblistertje ga plakken. Of daar. Keuzestress. De bloemetjes gaan we ook nog eventjes. Van gesso voorzien. Ik kan er misschien nog wat, als ik ze kan vinden, wat tickets van 94 en Market achter gaan plakken. Janine, je wilt het niet te druk gaan maken. Oh. Dat is toch altijd weer een cream om niet te veel op willen plakken. Het lijmpistool. En mijn grote vriend. Daar gaan we de bloemetjes mee vastplakken. De bloemetjes en de bijtjes. En ik ga eens even kijken of ik nog een leuk wit touwtje ertussen kan friemelen. Het vertrouwde hempkoord komt er weer aan. Nee, weinig op mijn creatie plakken, dat is voor mij gewoon bijna niet haalbaar. En weet je, sommige dingen moet je ook gewoon loslaten en accepteren. En ja, weet je, dit past nou eenmaal bij mij. Dit is mijn stijl en dan moet je daar ook gewoon lekker in doorgaan. Je kunt wel zeggen van jezelf verplichten van het mag niet. Weet je, het gaat er toch om dat we er blij van worden van wat we maken. Die gaat daar weer opkomen. Nou, ik had van tevoren echt nooit kunnen bedenken dat ik dit zou gaan maken. Maar ik ben er wel heel blij mee. Kijk, ik heb ook nog van... Die had ik gisteren ook in de groep laten zien. Van die leuke hangertjes. En die ga ik er ook nog even aan hangen. Deze keer maar gewoon even met mijn vinger. Kijk, we hebben van Dress My Craft hele leuke bolletjes. En die kan je zelf vullen met pareltjes of iets dergelijks. Die ga ik hier nog weer onderaan hangen. En die hang ik gewoon vast aan mijn touwtje. Eventjes een beetje erachter friemelen. Waarom wil dat niet? Ik heb mijn strikje te strak gemaakt, denk ik. Ben ik eigenwijs, dan wil ik dat hij daarachter gaat. Maar als hij niet luistert, dan gaat hij door het kantje. Nou, dat wil ook niet. Gewoon even een beetje friemelen, dames. Sorry. Ik ben even aan het pielen ermee. Bezigheidstherapie heet dat. Dat kan uiteraard veel makkelijker. Ik had ook beter eerst deze aan het strikje vast kunnen maken. En daarna pas het strikje vast kunnen plakken. Maar goed, zo kan het ook. De blommegiens. Dat gaan we ook vast plakken. Nou, volgende week zijn er trouwens ook weer diverse live uitzendingen. Ik had natuurlijk al het een en ander
gisteren in de nieuwsbrief gezet. Dat was het overzicht voor komende week. En die zal ik ook straks nog even in onze Facebookgroep zetten. Maar we hebben woensdag weer een extra online demo dag. En dan gaan we met Craft O'Clock aan de slag. Nee. Met Scrap and Me. En dan zijn er drie verschillende lives. En dan gaan we met dat merk een keer weer aan de slag. Dus woensdag is er een extra live demo dag. Dus ik kijk dan weer gezellig mee. Nou, de swirls waren me iets te lang, dus die heb ik ietsjes afgeknipt. Want ja, ons bindt zuinig. Dat stukje, dat kunnen we natuurlijk weer ergens anders voor gebruiken. Die ringetjes, die moet je gewoon weer loskopen. Dat zijn gewoon sieradenringetjes. Kijk, dat groen, dat haalt het wel weer een beetje op, hè. Kijk, zo prutst ze gewoon lekker een beetje wat er allemaal nog achter kan. Oh, er komt echt komende tijd nog zoveel leuks, dames. Deze week ja, eigenlijk weer behoorlijk wat inkopen gedaan. Nu nog zorgen dat ook... dat we er ruimte voor krijgen. Maar dat gaat ook wel weer goed komen. Maar er komt echt komende tijd weer zoveel leuks uit. Oh, ik kan hier ook gewoon echt blij van worden weer. Even kijken of we die misschien hier nog achter gaan steken. Ja, inderdaad, dat speldje zou ik ook nog laten zien. Oh, Anneke, ik heb nog zoveel wat ik eigenlijk in een live uitzending wil doen. Maar het ontbreekt me echt gewoon chronisch aan tijd en energie. En ik moet natuurlijk straks ook nog eerst verhuizen. En als alles goed is, hoop ik dat ik na de verhuizing wat meer ook live zou kunnen. Als het goed is, zou het dan allemaal wat makkelijker moeten gaan. Maar even een slag om de arm. En ik wil gewoon nu niet te veel hooi op de vork nemen en jullie overal mee verblijden. En dat ik straks weer een hele tijd uit de running ben, omdat ik moet verhuizen, zeg maar. Dus jullie houden nog van alles te goed. Ik denk dat ik hier omheen nog iets van een leuk parelsnoertje gaan maken. En ik ging nog heel even kijken in mijn die-cut boekje of ik daar nog iets in kon vinden. Maar ik denk niet. Dat ik er nog veel meer bij moet doen. Vinden jullie wel? Volgens mij moeten we hem toch gewoon zo laten. Ik denk dat ik wat leuke pareltjes nog daarop ga plakken. Ik ga deze eventjes weer dicht doen. Even kijken wat pareltjes. Volgens mij is deze kleur wel het leukste. Of ik moet licht roze doen, maar dat vind ik ook niet. Nee, we gaan voor deze kleur. Ik
hoop niet dat jullie mijn klets helemaal zat zijn. Ik heb volgens mij mega zitten klets. Ik wil één ding even uitproberen. Want misschien is het juist wel leuk. Misschien druk of misschien leuk. We gaan het zien. Deze heb ik ze nog niet afgehad. Erg, hè? Kunnen jullie zien? Ik heb deze dus nog helemaal niet gebruikt. Maar die zit muurvast op het plakbandje. Ik ga eens even kijken als ik die bloemetjes daar misschien op ga plakken. Oh, Monique van Loon is blij dat ze iemand hoort praten. Nou, ik ben blij dat ik even een beetje kan ventileren. Kan ik de rest van de dag lekker mijn kop weer houden. Nee, grapje. Ik zit de rest van de dag weer lekker thuis. En dan heeft ook dan klets je verder niet zoveel. En dan af en toe, afgelopen week ben ik eigenlijk, mijn taxi was ziek. Dus ik ben eigenlijk niet in de winkel geweest. En het was gewoon, veel thuis gezeten en dan merk ik dat zo eind van de week, dan moet ik gewoon eventjes toch blijkbaar de schade nog weer inhalen. Nee, ik vond het gewoon gezellig. Soms heb je gewoon, de ene keer heb je spraakwater en de andere keer heb je geen spraakwater. Nou, deze keer blijkbaar dus wel. Ik heb in ieder geval een heerlijke, ontspannen zaterdagochtend gehad. Toch vind ik het wel grappig met die bloemetjes. En dan komt in dat bloemetje komt een leuk klein plakpareltje. Ach, weet je, we hadden toch al besloten dat de Janine-kaarten toch niet rustig konden zijn. Dus ja. Daar had ik nou mijn volgende stukje. En deze bloemetjes kun je dus ook gewoon als shaker-materiaal op je kaart gaan gebruiken. Of in je kaart. Maar dus ook gewoon lekker ter decoratie. Het zijn echt hele mooie kleine bloemetjes. Oh, nou gaat mijn inspiratie alweer alle kanten op. Dan... Ik heb alweer allemaal ideetjes van wat ik nog wil gaan maken. Maar... Ik wil eerst even wat andere dingen afwerken. Daar ben ik ook mee begonnen om creaties van oudere lives ook af te maken. Zodat er foto's van gemaakt kunnen worden. Dus al met al, het nieuwe jaar zijn we al vrij goed begonnen. Die gaat daar komen. Nou, kijk, nu heb ik toch straks... Zo ongeveer binnen het uur dit kunnen redden. Even kijken. Deze gaat dan hier komen. En dan wil ik er... Even kijken, daar zit hij daar op het hoekje. Eigenlijk hoefde daar niet zo heel veel. Ik wilde daar dan nog één. Nou, die ga ik ook maar even voorzien van gesso nog.
kerstbelkaart. Ik weet niet waar jullie het gaat, maar eventjes weer te snel. Allemaal. Nou, ik zag dat ik ook nog heel veel kerstcreaties. Ik heb ook te weinig kerst afgelopen jaar gemaakt. En ik had nog heel veel halve dingen. Die moet ik ook allemaal nog even af gaan werken. Ja, weet je, het komt allemaal wel. Ik heb heel eerlijk gezegd ook wel een aantal nu even in de container gegooid. Want ik had zoiets van, ik red het gewoon niet. En het gaf mij stress, al die halve dingen. Dat ik dacht van, weet je, opgeruimd staat netjes. Want wat ik niet meer zie, kan ik ook geen stress over hebben. Af en toe moet je ook gewoon opruimen. Deze gaan we nog eventjes opplakken. Plakpareltje erin. En dan vind ik het straks mooi. Dan ga ik mijn tasje zo weer inpakken. En dan lekker richting huis. Even kijken. Daar komt een bloemetje. Hier komt een bloemetje. Hier komt er nog één. En dan gaan we eens even kijken hoeveel we er op hebben. Eén, twee, drie, vier. En daar zit er één dan. Moet hij aan de onderkant ook. We gaan hem toch hier maar even plakken. Even kijken. Dat vind ik gek. Als ik hem daar heb, dan ik moet ze wel een beetje op dezelfde hoogte gaan plakken. Dus die gaat daar even weg. Want daar zie ik hem niet. Dus daar, en dan daar, daar en daar. Ik vind hem hier mooier. Oh, wat een miepet. Twee daar en twee daar. En dan doen we hier alleen een pareltje. Anders dan vind ik het toch te druk worden. Oh, hoe kun je daarmee aan het pielen komen met alleen zo'n bloemetje? Ach ja, het tijdverdrijf. Plakpareltje erin. Daar een pareltje in. Daar een pareltje in. En daar. En ik denk dat ik hem zo ga laten. Hier kan een losse nog in. Zo. 12 Months of Christmas. Ja, ik ga dit jaar zelf ook maar proberen die 12 Months of Christmas. Zodat ik einde van het jaar, ja, eigenlijk genoeg kaarten heb. Weet je dat het ook leuk is om die grote plakparels gewoon ter decoratie nog weer ergens zo bij te plakken. Dus er komen nog drie van die grote plakparels. Zo ter decoratie tussen de bloemen. En ik ga maar niet in mijn duikboekje kijken. Want volgens mij moet ik er niet meer op doen. Want ik vind hem echt vol genoeg. Dit had ik van tevoren zo echt niet kunnen bedenken. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Ik hoop dat jullie het een leuke uitzending vonden. Dat jullie er weer wat aan gehad hebben. De producten ga ik nog eventjes linken.
dat kan dus nog. En ik ga er uiteraard die mooie kaartenstandaard nog eventjes erachter maken. Die zit ook in de nieuwe collectie, zodat die ook gewoon goed blijft staan. Nou, dit was dus mijn inspiratie voor de zaterdagochtend. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder. Geniet van de dag en tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!